Onze maatschappij vraagt veel van kinderen, jongeren en hun ouders. Soms kom je er zelf niet uit en kan de hulp van een gezinscoach uitkomst bieden. Bij een gezinscoach kun je terecht met opvoedkundige vragen. Dus eten, slapen, zinnelijk worden. Eigenlijk hele basisvragen. Maar ook vragen bijvoorbeeld, ik heb een puber van 15, 16 jaar, die gamet heel veel. En dat wil ik eigenlijk niet. Wat zou ik daaraan kunnen doen? Wat kunnen wij zelf als ouder? Kun jij als gezinscoach met de puber wat? Opvoeden gaat niet vanzelf. Iedere ouder denkt wel eens, hoe moet dit nou? Doe ik het wel goed? Hoe kan ik het beste met deze situatie omgaan? De gezinscoach denkt graag met u mee. Een zorgsignaal kan komen doordat mensen gewoon naar de gemeente bellen en daar een vraag neerleggen. En dan komt er iemand binnen een dag of vijf op keukentafelgesprek. Die gaat dan de vraag onderzoeken van wat is er nodig. En als het een vraag is op het gebied van jeugd, dan komt hij bij de gezinscoach terecht. Het kan ook via een ander kanaal, via school. Als scholen vragen hebben die zeggen van goh, ik heb ouders met vragen of even zien dat bij het kind. Denk eens even mee. Zo dan, en is er nog wat anders voor nodig? We gaan zelf ook met ouders in gesprek, maar zijn er nog meer dingen nodig, dan kunnen we die inzetten. Eerst wordt er gekeken wat het gezin of de directe omgeving zelf kan doen. Daarna kan eventueel specialistische hulp ingeschakeld worden. Een gezinscoach kan voor een gezin betekenen dat hij met ouders en de jeugdige of alleen met de jeugdige gaat onderzoeken van nou, wat is nou mijn vraag en wat heb ik daarvoor nodig en kan ik die hulp zoeken in mijn eigen circuit, hè? Wie kunnen mij ondersteunen? Kan de buurvrouw dat? Kan de sportclub hier iets in betekenen? Of heb ik andere zorg nodig? Dat mag een gezinscoach zelf doen. En als je ziet dat de problematiek wat meer aanwezig is, dan kan ook specialistische hulp inzetten. Dat kan een gezinscoach doen. De gezinscoach blijft voor het gezin het aanspreekpunt. Ook als een specialist is ingeschakeld. De coach blijft ondersteunen zolang dit nodig is. Ik ga ook naar een gezin toe vanmiddag nog waar ouders hele gerichte vragen hebben van het eten verloopt niet prettig, het naar bed gaan niet. Nou, wat is daarvoor nodig om dat wel voor elkaar te krijgen? Hebben we samen een plannetje gemaakt, ouders hebben dingen geprobeerd. En dan gaan we dan bespreken van hoe dat verlopen is en wat er nog bijgesteld moet worden. Voor hulp kunt u terecht bij de gemeente Venlo of het sociale wijkteam.